Ja, vrienden, de boeren hebben opgeroepen tot de staking. Ja, we hebben het gelezen. Ja, aanstaande vrijdag. Dan hebben ze iedereen gevraagd, ja, om 3 uur. En laat iedereen maar lekker zijn werk vallen en niks meer doen. En dan op die manier proberen ze heel Nederland of half Nederland plat te gooien. Ja, want zij denken natuurlijk bij zichzelf, die boeren, ja, luister eens even. We gaan die burgers niet meer vervelen met het blokkeren van snelwegen en zo, want daar worden we niet populair mee. En we gaan ook stoppen met dingen blokkeren voor de supermarkten, enzovoort, enzovoort. Ze denken, we gaan gewoon vragen of die mensen gewoon mee willen doen. En als je nou kijkt, weet je wel, gewoon lezen op social media, dan zie je gewoon dat er ook een groep is die zeggen, ja, maar dat doe ik niet om mee. Oh nee, daar heb ik helemaal geen zin in. En laat die boeren de kleren krijgen en ik werk gewoon door en desnoods werk ik over. Weet je wel, die. Maar ik denk, vrienden, gewoon, ik denk gewoon dat die groep gewoon kleiner is dan die hele grote groep om die boeren heen die het allemaal met die boeren eens zijn. Dat denk ik gewoon. Dat is mijn vermoeden. En ja, donkerbruin zelfs. En ja, zo zit het gewoon. En nu hebben we dan die discussie, want ze hebben gevraagd ook, wil je allemaal die vlag ondersteboven hangen? Weet je wel? Niet rood, wit, blauw, maar blauw, wit, rood. Ja, zo. En als teken van protest, als teken van, we zijn het niet eens met de regering, we zijn het niet eens met het kabinet. En we laten dat zien door die vlag op zijn kop te hangen. En daar zijn dan ook weer mensen tegen, zoals Marco Kroon, die roept dan weer van, ja, maar dat kan je niet maken. En dat is respectloos ten opzichte van Nederland. En dat is, enzovoort, enzovoort. Nou goed. En ik denk alleen maar, ja, zolang je niet bovenop de vlag staat te dansen of dat je, wat je vaak ziet, dat ze het in de fik steken. Zolang ze dat niet doen, denk ik van, dat mag je best doen. Om even te laten weten in deze periode, we zijn het er helemaal niet mee eens. We zijn er klaar mee. En dan hang je die vlag op zijn kop. En dat vragen die boeren. En je ziet het ook op heel veel plekken in Nederland al ontstaan en gebeuren. En dat bevestigt mijn idee dat die groep rond die boeren, die is veel groter dan ze denken in Den Haag. Want in Den Haag gaan ze gewoon op reces. Die gaan gewoon weg. Die denken van, hey, het land zit in de fik. Hallo, herhaling, brand. Ja, dat is er gewoon in Nederland. En, ja, en, dus daarom, beste vrienden, ik denk gewoon bij mezelf, ja, dat gaat iedereen nog verbazen. Aanstaande vrijdag. Ja, ik denk dat de steun voor de boeren veel groter is dan iedereen denkt.